guys, leuk dat je kijkt naar deze video. In deze video ga ik weer eens een room makeover doen. Het nieuwe jaar komt er namelijk aan. Het is bijna 2022, dus ik wil gewoon een lekkere fresh start hebben. Dus in deze video ga ik mijn kamer veranderen. Ik heb verf gekocht bij de gamma, dus mijn muren worden een andere kleur. Ik vind het hartstikke mooi hoe het nu is, maar ik vind het gewoon heel erg leuk om mijn kamer te veranderen. En ik heb nu de tijd, omdat het kerstvakantie is. Dus ik dacht, waarom niet? We gaan het gewoon lekker doen. Ik zal eerst eventjes laten zien hoe mijn kamer er nu uitziet. Is mijn deur. Dan heb ik mijn bureau, een kastje daarnaast. Dan heb ik een hele mooie outfit aan zoals je ziet in de spiegel. En als je dan doorgaat heb je mijn bed. Heel mooi, mijn knuffeltjes daar. En ik heb dus een nieuw dekbed overtrek. Het is fluffy. Aan de binnenkant is het wel gewoon normaal. Namelijk gewoon dit. Ik heb het gekregen voor kerst. Echt heel leuk. Dus daar ben ik ook heel excited over. Gewoon iets nieuws in mijn kamer. Boven mijn bed heb ik geen decoratie zoals je ziet. Ik wist gewoon echt niet wat ik daar moest hangen. Ja, nu ga ik het dus lekker veranderen. En dan is dit de andere kant van mijn kamer. Hier dus een kastje. Daarnaast heb ik een kastje staan met allemaal crystals. Heb ik hier gewoon plantjes, boeken, mijn gitaar en mijn kledingkast. Ik heb dit dus zwart geverfd en daarop sterrenbeelden getekend. Maar dat ga ik ook veranderen en dus ook verven. En dan heb ik hiernaast nog meer kasten. Dus dat is mijn kamer nu. Zoals ik net zei, ga ik dus mijn muren verven. Ze zijn nu gewoon wit, wat ook heel erg mooi is. Het past natuurlijk gewoon bij alles. Maar ik zag ooit een foto op Pinterest en dat was een kamer met blauwe muren. Maar ik vind dat blauw een hele rustige kleur is en gewoon eventjes chill voor je mindset. En ik wil gewoon een chille vibe hebben in mijn kamer. Dus ik heb blauwe verf gekocht bij de gamma. En dat is deze. Namelijk deze kleur blauw. Dus die kleur gaat mijn kamer worden. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit gaat zien. Maar wat ik een beetje als thema wil is dus blauwe muren en een beetje hout. Dus ik heb natuurlijk die houten kast achter mij. Dus dat is heel erg mooi, want dan gaat het echt goed bij elkaar passen. Dus ik ben heel excited. En dat is dus een beetje mijn doel voor mijn kamer. Dus ik ga nu eerst beginnen met al mijn meubels een beetje verplaatsen. En dan ga ik eventjes de muren afplakken met tape. En dan ga ik beginnen met verven. Oké, ik heb nu alles afgeplakt. Dus hier aan de onderkant tape gedaan en zo. En alles klaargelegd. Dus dit is de verf. Ik ga hem nu openmaken. Ik ben echt heel benieuwd hoe het eruit ziet.
heb net mijn andere muur opnieuw geverfd. Ik vond het namelijk heel erg blauw, dus ik heb dit weer terug wit gedaan. En dan dus alleen de onderkant blauw. En ik ga nu bij deze muur hetzelfde doen. Dus de onderkant blauw en de bovenkant wit.